So, I can't do that. Come on. Spali, Spali, I feel the bend here. Aye. Je pour nous. Eén, twee. Ik wil precies op tijd beginnen. Nee, die dame die daar staat, dat ze naar binnen komen. Wat? Een deur dicht. Samson aan Stella. Rustig, rustig. Zij had het, hij had het over. Ja. Ja. Is al dit, is al dit. Oké. Zit je lekker hier. Stella, ik loop flow. Ik loop flow, ja, Oli. Stella, ik ga naar Bakker, zodat het zie je. Oké, start. Start. Oké, goedemorgen, mensen van de pers. Hartelijk welkom. Ook het bestuur, hoofdbestuur van IVS, en natuurlijk de leden en aanwezigheid, van harte welkom bij onze persconferentie, de persconferentie van het Democratisch Platform Suriname. In verband met het presenteren van ons verkiezingsprogramma. Nou, de pers is aanwezig. Ik wil vragen aan ieder om te staan voor we doorgaan. Dat we toch even de persconferentie doen. En dat we daarna doorgaan met onze presentaties. Srana kundre karigu, vanso peta ta kumopo, unse ti kundre bu, srede strevi no safrede, Gado devi fesima, teri libi tenadete, visa feti giserna. Hartelijk dank. U mag plaatsnemen. Laat me beginnen om een voorzitter van de naam van Guillermo Spadeur, de voorzitter van de Mediacommissie. Mijn naam is dat man. Ik wil u vragen om de woorden die we net hebben gezongen, om die mee te nemen. We hebben zo straks de presentatie van het bestuur. Als je rustig is. U ziet de mensen momenteel voor u. En natuurlijk maak ik ook deel uit van de presentatie, dus het begint allemaal bij mij. En we eindigen, we hebben dan een slotwoord van de voorzitter van DPS, de heer Tapasi Ramon Magnak. Zo, laat mij gelijk starten met hetgeen dat aan mij is toegedeeld en namelijk dan de missie, het algemeen beleid, de visie. En de werkwijze die DPS dus van plan is om in de komende periode te gaan implementeren. En natuurlijk, ik zeg implementeren omdat we natuurlijk het goede hoop en geloof dat wij dus in de gelegenheid gesteld zullen worden om als entiteit, als politieke partij, het geheel te kunnen leiden of in elk geval die helpen leiden. Laten we beginnen bij de missie. Nou, de missie van DPS is om een toekomst te creëren waarin Suriname een rechtvaardige, welvarende en inclusieve samenleving is.
waarin alle burgers gelijke kansen hebben en hun potentieel kunnen vervullen. We zijn toegewijd aan het dienen van het algemeen belang, het bevorderen van transparantie en integriteit in de overheid en het luisteren naar de behoeften en zorgen van het volk. Samen streven we naar een duurzaam en harmonieus Suriname. Het algemeen beleid, onze politieke partij streeft naar een rechtvaardige, inclusieve, welvarende samenleving in Suriname. Dat betekent dus dat we ons in zullen zetten om niet alleen goede zaken te verwerven, maar ook transparantie en integriteit en het belangrijke participatieve besluitvorming. Ons doel is het verbeteren van de kwaliteit van leven voor alle Surinamers. De indruk mag in elk geval niet gewekt worden dat je in Suriname in de politiek dus foute dingen kan doen en er gewoon mee weg kan komen. Je wordt met excellentie aangesproken, niet omdat je excellent bent, maar vooral omdat je excellente dingen gaat doen voor het Surinaams volk. Dit moet dus de hoogstbare eer zijn en je moet die dus kunnen verdienen van de bewoners. Zij die dit realiseren, die ontvangen dus de zegen van de Allerhoogste. En dan gaan we naar de visie van het Democratisch Platform Suriname. Nou, onze visie is één Suriname waarin welvaart en welzijn hand in hand gaan, waarin onderwijs toegankelijk en van hoge kwaliteit is, waarin gezondheidszorg voor iedereen beschikbaar is en waarin de private sector bloeit en bijdraagt aan economische groei en waarin de rechten en vrijheden van alle burgers worden gerespecteerd en dat wel op alle vlakken. De vrijheden van burgers, die moeten natuurlijk ook beschermd worden en er wordt dus gestreefd naar een Suriname dat een actieve rol speelt in de wereld en ook nog samenwerkt met andere naties om gedeelde doelen te bereiken. En dan ga ik dus naar mijn slotgedeelte, de werkwijze. Dat is natuurlijk heel belangrijk omdat we vaak genoeg 20% werken hebben en 80% praten en dat mag het absoluut niet zijn. Ik denk dat het juist omgekeerd zou moeten zijn, dus ik schets u een beeld van de werkwijze van DPS. Nou, het DPS streeft naar een rechtvaardige, inclusieve en welvarende samenleving in Suriname. We zetten ons dus in voor de participatieve besluitvorming en ons doel is het verbeteren van de kwaliteit van leven voor alle Surinamers. Dit zullen wij bereiken door te werken aan het versterken van de democratische instellingen, het waarborgen van de scheiding der machten en het beschermen van de rechten en vrijheden van alle burgers. En vooral het herstel van algemeen bestuurlijk moraal. En onze werkwijze neemt het platform in principe vergelijkbaar met een Kruto-model een belangrijke plaats in. Door deze werkwijze toe te passen worden alle belanghebbenden bij het besluitvormingsproces betrokken. Dat is democratie in werking. Ik wil u bedanken voor dit moment en ik wil dan gelijk de volgende spreker vragen om plaats te nemen. Ik geloof dat dat moet zijn meneer Liefde en hij gaat zich verder dan voorstellen en zijn zaakje in orde maken. Mag ik u bedanken. Zo, dames en heren, goedemorgen van mijn kant. Mijn naam is Liefde en ik ben in place als ondervoorzitter van DPS. Mijn deel hiervan, van het geheel, staat daar op je scherm, educatie. Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind en van een samenleving. Aldus passage uit UNICEF. De Surinaamse overheid is verantwoordelijk voor het waarborgen van het recht op goed onderwijs voor alle leden van de samenleving. Om dit te bereiken,
wil het DPS investeren in het onderwijssysteem om gelijke kansen voor alle Surinaamse kinderen te garanderen. Belangrijke passage als u kijkt naar wat er vandaag gebeurt met onderwijs, vooral in het achterland. Dit omvat het verbeteren van de kwaliteit van leraren, het moderniseren en lesmethoden en het toegankelijk maken van onderwijs door een eerlijke spreiding van scholen en schooltypen over het gehele land en door te investeren in betrouwbaar schooltransport. Schooltransport, alsjeblieft. We gaan verder. Levenslang leren, belangrijke item in elk individu in deze samenleving. Wij bevorderen en stimuleren levenslang leren. Bij levenslang leren zal elk individu worden aangemoedigd om zichzelf continu te blijven ontwikkelen op allerlei gebieden, waaronder sociaal, economisch, educatief, cultureel, fysiek, psychisch, praktisch, creatief en spiritueel. Om dit te bereiken wil het DPS investeren in het uitbreiden van het aantal beschikbare opleidingen, de stimulering van technologische ontwikkeling en informatisering binnen opleidingen, het faciliteren van het archiefwezen ten behoeve van de economische waarde van sociale, culturele en spiritueel kapitaal van de Surinamer, de stimulans van exacte wetenschap in plaats van alfa-wetenschappen en de strategische anticipatie op technologische ontwikkeling. Een hele mond vol voor wat betreft onderwijs. Doorfietsend komen we gezondheid op ons bord. Gezondheid. De grondwet van de Republiek Suriname legt het recht op gezondheid voor iedereen vast en geeft de overheid de verantwoordelijkheid om gezondheid te bevorderen door de leef- en werkomstandigheden systematisch te verbeteren en informatie te verstrekken over de bescherming van gezondheid. DPS zal zich daarom richten op preventie en vermindering van ziekte en sterfte, de beschikbaarheid en toegankelijkheid van hoogwaardige gezondheidszorg voor de gehele bevolking. Dit willen wij bereiken door de beschikbaarheid van goede eerste hulpverlening in geheel Suriname, betaalbaar gezondheidszorg, goed werkende ziekenhuizen verspreid over het gehele land, dat vooral, goed werkende ziekenhuizen verspreid over het gehele land, aanzienlijke optrekken van lonen in de zorgsector, de verbetering van de opleiding voor zorgpersoneel, extra zorg en ondersteuning voor de samenleving met een beperking en seniorenburgers en hun specifieke zorgbehoeften aanpakken. Doorfietsend heb ik tenminste als laatste onderdeel welvaart. Na alles in orde gemaakt te hebben, moet je dus welvaart als hoogtepunt, als doel hebben om deze samenleving die tevredenheid aan te bieden, te bezorgen en te verschaffen. DPS verklaart War on Poverty, armoedebestrijding. Het DPS hecht veel waarde aan een sterke economische en het creëren van welvaart voor alle burgers. Wij stellen de volgende drie prioriteiten. Het stimuleren van innovatie en ondernemerschap waardoor er meer banen en groei ontstaan. Dit wordt gedaan door middel van belastingverlaging voor startende bedrijven en investeringen in opleiding, onderzoek en ontwikkeling, maar bovenal productieverhoging. Het verminderen van inkomensongelijkheid. Om dit te bereiken zal er worden geïnvesteerd in maatregelen zoals belastinghervorming en sociale programma's die gericht zijn op het ondersteunen van mensen
met een laag inkomen door het, met het ondersteunen van mensen met een laag inkomen. Het DPS zal een war on poverty uitvoeren. Armoedebestrijding is nu prioriteit, maar het volgende stadium is om Suriname van een lage inkomensland te brengen naar een middelhoog inkomensland. DPS streeft naar economische groei en diversificatie. Om dit te bereiken zal er geïnvesteerd worden in deze sectoren om banen te creëren en uiteindelijk de welvaart van elke burger te vergroten. Onze speersectoren zijn oil en gas, olie en gas, water, mijnbouw, landbouw, bosbouw, toerisme, diensten, duurzame energie. Allemaal zaken die in Suriname al aanwezig zijn, alleen oil en gas moet nog behoorlijk van de grond komen over drie jaar, zoals u het weet. Maar zie daar hoeveel mogelijkheden er zijn die misschien worden links worden gelaten of verkeerd worden aangepakt, zodat we nog steeds zitten te wachten op een stukje vooruitgang dat duidelijk in ons kamer is, zonder dat de beleidsmakers die nu als aan de slag zijn, er iets degelijks van kunnen maken voor deze samenleving. Maar goed, DPS is er en dank u wel alvast voor mijn onderdeel in deze. U luistert verder naar de andere collega's met hun presentatie. Alsjeblieft. Alle microfoons moeten naar die kant. Eén voor één. Wambaka Trawang. Ja, ook een van harte goedemorgen van mijn kant uit. Ik zit namelijk aan als woordvoerder van het Democratisch Platform Suriname. Als u kan gaan naar overheid en bestuur. Mijn naam is Warner. Ja, mijn naam is Warner. Overheid en bestuur. Dienstbaar, efficiënt, transparant bestuur van Suriname. Wij van het Democratisch Platform Suriname. We streven naar een bestuursvorm waarin ieder eigenlijk zichzelf terug kan vinden. Snap je? En dat alles valt onder deugdelijk bestuur. Hoe zullen we dat doen? We gaan zelf moeten gaan werken aan bekwaamheidsontwikkeling. Dat is niets anders dan the right man on the right place. En zolang je dat kan doen, dan ben je eigenlijk al bezig met het behartigen van belangen van de Surinamers en Suriname zelfs. Ook verminderen van bureaucratie, daaraan gaan we zeker werken. En bij besluitnemingen gaan we zeker de burgers meer gaan betrekken. En zo gaan we ook naar re-engineering van de overheid. Dat is een totale reorganisatie van het algehele overheidsapparaat. Omdat wij eigenlijk willen gaan investeren in de meer gezonde overheidsondernemingen. Zodat je het niveau tenminste van de overheidsautomatisering, kan je daaraan meer het niveau gaan verhogen. Dus zo eroverheen te gaan, dan heb je eigenlijk dat we ook een bestuursvorm willen hebben waarbij elk individu dat eigenlijk als dienaar voor het volk zal dienen, eigenlijk, dat je verantwoordelijkheidsgevoel zal moeten hebben. En vooral nog een duidelijke gedragscode. En meer nog, als alle actoren die betrokken zijn participeren, dan kan je meer effectievere en gefaciliteerde besluit nemen, kan je eigenlijk bewerkstelligen. En zo kan je ook verbeteren van het toezicht en naleving van wetten en regels. Dus dat is wanneer we gaan praten over overheid en bestuur. Good governance principe doorvoeren. Dat ligt al daarin. Het verantwoordelijkheidsgevoel
zal op een bepaald zal degelijk aanwezig moeten zijn voor zij die bestuurverantwoordelijkheid zullen krijgen om belangen van elk Surinamer en Suriname te behartigen. Door naar de geopolitiek. Ja, is hier dat nog niet? Ja, bewust van natuurlijke hulpbronnen. Nou, wanneer we zo hier naar kijken, qua bevolkingsgrootte, dan zou je zeggen dat wij eigenlijk een relatief klein land zijn. Ja toch? Maar we hebben dankzij onze kostbare natuurlijke hulpbronnen, zijn we toch nog in de schijnwerpers gezet. Omdat we eigenlijk niet meer weg te cijferen zijn. Als het ware worden we nou wel geacht als te zijn potentiële businesspartners. Een land waarmee je zaken zal kunnen doen. Dus dat is niet meer weg te denken. En het bevorderen van sterke internationale betrekkingen en samenwerkingen. Dat, nou in elk geval, als je eigenlijk zaken wil doen voor je land, zal je natuurlijk de banden gaan moeten gaan versterken op internationaal en regionaal gebied. Dat hebben we allemaal zeker in place, omdat wij met de focus vooral ook op de BRICS-landen, die nogal economische samenwerkingen hebben, die gaan we niet gewoon zonder dat we eigenlijk met het oog op de internationale politieke verhoudingen die er zijn, gaan we niet domweg samenwerkingen aangaan. Wel bedacht zullen we zeker er naar kijken, alvorens wij eigenlijk tenminste het onderste uit de kan voor Suriname daaruit kunnen halen. Het gaat meer om wat bevorderlijk is voor ons land Suriname, om dat daaruit te gaan putten. Dus daarop gaan we de focus zeker leggen wat betreft de BRICS-landen. En onlangs staan er een aantal landen nou te popelen aan de kantlijn. Nu hebben we nog gemerkt dat er 34 landen nou staan aan de kantlijn om zich nog toe te voegen aan zo'n orgaan, zogezegd de nieuwe wereldorde. Maar wij zullen wel goed er naar kijken alvorens wij denken dat wij samenwerking zullen aangaan of zullen kijken hoe wij dat aan gaan pakken. Veiligheid is de zuurstof voor onze samenleving. Het is een speerpunt van het democratisch platform. De samenleving waarin burgers zich veilig voelen en criminaliteit wordt teruggedrongen. Het is eigenlijk een fundamentele voorwaarde dat je eigenlijk ook kan gebruiken voor andere beleidsgebieden. Want als je een land hebt, het is veilig daar zo en zo, dan heb je alvast een pluspunt voor toerisme. Je krijgt meer mensen in je land. Snap je? Je krijgt geen reisadviezen dat je Suriname niet kan aandoen vanwege criminaliteit. Vier te hoog tijd daar zo en dat je helemaal niet. Daarom gaan we ook werken aan samenwerking tussen instanties. Ja, de justitie, politie en gevangenisbeleid. Die zaken moeten eigenlijk, we moeten meer gaan doen wat zulks betreft. Waarom? Wanneer we kijken naar preventie door middel van vroegtijdige signalering van problemen, dan moeten we ook wel een oplossing hebben. En wij van het democratisch platform gaan niet alleen maar voor mensen achter slot en grendel plaatsen. Nee, het resocialisatieproces moet in beweging gebracht worden. Want vaak genoeg, wanneer men dan vrijkomt, dan heb je gewoon als dat het een terugkerend is lijkt. Waardoor wij eigenlijk zien dat de maatschappij een etiket heeft geplakt voor de gedetineerden. Want wanneer je vrijkomt, alleen maar het feit dat je een goed gedrag moet gaan halen, dan ben je al buiten datgene wat je eigenlijk zou moeten willen hebben. Je wil gaan werken, maar je kan niet. Want je goed gedrag sluit al negatief aan op jou. Dus we denken dat we daaraan veel moeten gaan doen. Dus het resocialisatieproces in deze is zeer belangrijk. Dat wanneer men terugkomt in de samenleving, dat men eigenlijk een gemakkelijke weg vindt om toch nog in de maatschappij wat te kunnen betekenen. En hoe gaan wij dat doen? Je hebt ook repressie. Ja, de pakkans ga je verhogen. En meer zwaardere straffen aanbieden. Wij zien dit zo.
wij zien het zo dat wanneer jij de pakkans van criminelen eigenlijk, ja, je gaat hem verhogen. We hebben nu al hulp van de safe city camera's. Dus we gaan meer gaan moeten investeren daarin. We gaan echt veel meer gaan moeten investeren daarin. En dan krijg je ook vergroten van burgerparticipatie. De investering gaat meer om buurtpreventie. Buurtpreventie en burgerparticipatie gaan dan toeleiden naar een veilige samenleving. Een verbeteren van openbare veiligheid. Alles wat wij dan eigenlijk hier zeggen betreft ons veiligheid van Suriname, dan zeggen wij het al, veiligheid is de zuurstof voor onze samenleving. Er is niets anders dan investeren in de instanties, de korpspolitie van Suriname, meer gaan investeren dat ze goede tools hebben, betere tools hebben om hun werk te vergemakkelijken. Dat lijkt me beter, zodat wij allen tezamen kunnen leven in een veilig Suriname. Defensie, beschermen wat Suriname dierbaar is. Ja, bescherming van ons grondgebied, dat zien we eigenlijk vooral als die grote job dat eigenlijk gevoerd moet worden door Defensie. Onze visgronden, vooral. We zijn onlangs op de vingers getikt door het Europees Unie, vanwege dat wij zijn aangeklaagd door de Fransen. Omdat er steeds nog, het gaat maar door dat er illegale vissers zich bevinden. Merendeels mensen vanuit Guyana. Maar wat het vervelende hiervan is. Als zou je eigenlijk een van de vissers van Guyana arresteren als te zijn dat hij illegaal bezig is in onze wateren. Het vervelende is dat hij met een vergunning is van een Surinamer. Dus dat maakt de job nog moeilijker misschien voor de regering om dat aan te gaan pakken. Maar we zijn in elk geval op de vingers getikt en men gaat nu in spoedtempo gaan investeren, want de kustwacht is nog niet wat het wezen moet. Er moet nog onderhoud gepleegd worden aan de boten die ervoor moeten zorgen dat onze kustwacht wordt bewaakt. Dus er is nog een heleboel aan de winkel. Wij moeten dan weten dat je moet gaan investeren in al dit soort dingen, belangen, waardoor er geen beperkingen zijn en dat je dan niet komt te vallen in zaken zoals dat wat er nu is. En we moeten ervoor waken dat we niet op de lijst geplaatst worden. Dus ik denk dat de regering er helemaal goed aan toe doet om nu daadwerkelijk direct daarin te investeren. Ik check me niet. Immigratiebeleid. Ja. Suriname met een oppervlakte van 163.820 vierkante kilometer. Zou je wel zeggen dat hij te groot is voor het klein volk dat hier zo leeft. 600.000 Surinamers. Dus we zullen dan, om dit eigenlijk, als we tot een natie willen groeien met miljoenen mensen om ons heen, dan denk ik dat we wel een goed uitgekiemd immigratiebeleid moeten gaan voeren. Een goed uitgekiemd immigratiebeleid. Daar waar wij mensen van elders in de wereld zullen moeten aantrekken, trekken op grond van kennis en kunde, moraal en vooral nog kapitaal. Want we gaan het land niet gaan vullen met mensen en dan werkloosheidssysteem, gromoren en zo. Nee, we gaan dat alles in samenspraak met de immigranten, eigenlijk op basis van de behoeften van ons land, zullen wij dan afspraken maken om dat te kunnen doen. En dit alles zo gezegd, omdat wij eigenlijk maar amper met weinige inwoners in dit land zijn, dan kunnen we dit land niet volledig naar potentie tot ontwikkeling brengen. Niet volledig naar potentie tot ontwikkeling brengen, dat kunnen we niet. Dus wij eigenlijk zeggen we dat we een goed uitgekiemd immigratiebeleid moeten gaan voeren. En het integratieplan is meer voor ons als Surinamers, dat wanneer we dit doen, dat onze, we moeten gaan voorkomen dat onze Surinaamse natievorming, het moet niet in gevaar komen wanneer we dit soort zaken zullen doen. Dus dat is eigenlijk wat ik u ook mee wil delen wat betreft ons immigratiebeleid. Ja.
in a nutshell. Tablet. Juist. Goedemorgen. Mijn naam is Nicole Paters Hooplot en ik ben penningmeester van het Democratisch Platform Suriname. En ik zal het hebben over het gedeelte jeugd, cultuur, religie en sport, want dit is ook een van de beleidsgebieden die wij heel erg belangrijk vinden en daarom ook presenteren vandaag. Nou, de domeinen jeugd, cultuur, religie en sport omhelzen de fundamenten waarop de samenleving verder kan bouwen. Ze hebben veel met normen en waarden te maken die centraal staan in Suriname en die een herkomst vinden in de verschillende religieën in Suriname. Ja. De jeugd. Nou, in onze optiek staat de jeugd voor de toekomst van ons land. En deze toekomst verdient een centrale plek in de gedachtegang van politici en beleidsmakers. We hebben twee belangrijke aandachtspunten ten aanzien van jeugdbeleid. En zoals staat aangegeven in artikel... Nou, het gaat in hoeverre wordt voldaan aan de rechten van het kind. De rechten van het kind worden beschreven in de grondwet onder artikel 37 van de Surinaamse grondwet. Maar wij als Suriname hebben ook afgesproken in het internationale verdrag in zaken de rechten van het kind. En in hoeverre wordt daaraan voldaan als we kijken naar jeugdbeleid in Suriname. En het tweede punt is, we vinden dat er binnen het jeugd- en jongerenbeleid specifieke aandacht moet zijn voor vorming en begeleiding van jeugdigen. Dus het is heel kort gezegd, maar het omvat heel erg veel. Het omvat een hele directoraat bijna, ja. Cultuur. De cultuur van een samenleving is het visitekaartje van een land. En daarom vinden wij het heel belangrijk dat de verschillende tradities, rituelen, feestdagen en ambachten en hun betekenis gekoesterd worden en dat deze kennis verspreid wordt en niet verloren gaat. Het cultuurbeleid van Suriname moet dan ook gericht zijn op het behouden hiervan. Religie. Nou, religie vormt de basis van ons land. God zij met ons Suriname, hij verheft ons heerlijk land. Dit is een gebed dat de eerste regel van ons volkslied vormt. En dit is een gebed niet vanuit slechts één religie, maar elke religie in Suriname. Het is trouwens ook, het staat ook in de preambule van onze grondwet, wij, het volk van Suriname, geïnspireerd door de liefde voor het land en het geloof in de kracht van de Allerhoogste. Wij vinden dat elk geloof een gelijke behandeling en positie verdient en moet krijgen binnen het beleid van ons land. Dus niet alleen het christendom, de islam en het hindoeïsme dienen gehoord te worden. Suriname kent bijvoorbeeld een steeds groter wordende groep Winti-gelovigen. En aanhangers van het Rastafari-geloof. En ook zij verdienen evenredig aan de drie grote geloven door beleidsmakers geaccepteerd en gepositioneerd te worden. Een extra punt dat wij in ons politiek programma hebben bijgebracht, naar voren willen brengen, is aandacht voor de Winti-religie. De Winti-religie heeft behoefte aan ordening en regulering. En dit zal bijdragen aan de afname van kwakzalvers en charlatans die niet toereikend zijn in geestelijke kennis en dus beloven wat zij niet kunnen waarmaken. En dit bespaart ook heel veel problemen en vervelende krantenartikels. Ja. En tenslotte sport. Het DPS vindt het belangrijk dat er gezondere en gelukkigere inwoners in Suriname zijn. En dit vraagt om een degelijk en doordringend sportbeleid. Dit omvat onder andere het vergroten van de bekendheid van sport en de voordelen ervan door middel van campagnes, evenementen en mediagebruik. En investeringen plegen in sportinfrastructuur en faciliteiten om toegang voor iedereen te waarborgen. En het ondersteunen van sporttalentontwikkeling en begeleiding op nationaal en internationaal niveau. Jawel. Oké, nou, wij vinden deze vier punten zo enorm belangrijk.
En zoals we weten zijn het allemaal onderdelen van ministeries. Maar wij vinden dat het allemaal onder één ministerie moet. Het ministerie van Jeugd, Cultuur, Religie en Sport. Jeugdcureus. En we vinden het zo belangrijk dat wij zelfs een logo hebben ontworpen. Een conceptlogo, een idee hebben gegeven van hoe het eruit zou. Bijvoorbeeld omdat dit zo belangrijk is. En waarom vinden we dat belangrijk? Religie is stilzwijgend namelijk verworven door de cultuur en opvoeding van ons Surinaamse volk. Religie, cultuur en onze jeugd vormen samen een onwankelbare drie-eenheid die de basis vormt van het Surinaamse verleden, het heden en onze toekomst en dient als dusdanig geaccepteerd en gewaardeerd te worden binnen de Surinaamse beleidsvoering. En sport mag in deze niet achterblijven met zijn verbindende eigenschappen voor alle lagen van de bevolking. De missie van dit ministerie is dan ook, het staat daar ook, om de jeugd te ondersteunen in het ontplooien van hun volledig potentieel, om cultuur te koesteren als een bron van identiteit en verbondenheid, en om religie de waardering te geven voor de rol die deze speelt bij de fundamentele identiteitsvorming en sociale ontwikkeling van de Surinaamse bevolking. En sport te bevorderen tot een middel om gezondheid en gemeenschapszin te creëren en te koesteren binnen de Surinaamse natie. Ja, dat was het voor het gedeelte JQR's, jeugd, religie, cultuur en sport. Een ander belangrijk onderdeel dat wij in ons verkiezingsprogramma hebben gezet, want wij vinden dit heel erg belangrijk, is namelijk het onderwerp grondrechten. Het is namelijk zo dat de DPS streeft naar het waarborgen en naleven van de fundamentele rechten van de mens. Het in acht nemen van de internationaal erkende rechten van tribale volkeren en de wettelijke erkenning van hun grondrechten is hier onderdeel van. We hebben het over het Samaka-vonnis, het Moiwana-vonnis en het Kalina en Lokono-vonnis. Ze zijn uitgesproken door het Inter-Amerikaanse Mensenrechthof en horen uitgevoerd te worden. En als lid van de OAS zal Suriname deze internationale verplichting moeten naleven. Middels participatie van de betrokkenen actoren moet deze schending van mensenrechten doelgericht en effectief worden aangepakt. Dit is dus middels de integratie van de FPIC-principes. Dat staat voor Free, Prior, Informed and Consent. Het gaat hierbij om de vrijwillige, voorafgaande en geïnformeerde toestemming dat er verleend moet worden. Dus waarbij inheemse volken en ook eigenlijk de tribale volken betrokken moeten worden bij besluitvormingsprocessen die te maken hebben met de ontwikkeling van grond of gebruik van hulpbronnen binnen hun grondgebied. En zeg ik het zo, last but not least, milieu en klimaat. Het politiek programma dat wij vandaag hier voor u presenteren vormt de basis van ons streven naar een beter Suriname. En daarbij mag het milieu en het klimaat niet ontbreken. Het DPS is namelijk toegewijd aan het behoud van het milieu en het aanpakken van klimaatsverandering. Dit omvat het beschermen en duurzaam gebruiken van onze natuurlijke hulpbronnen, het verminderen van de ecologische voetafdruk en hiermee ook het bevorderen van een algemene duurzame economische ontwikkeling. Wij willen samenwerken met de bevolking, experts en belanghebbenden om deze doelstellingen te bereiken en ons land naar een duurzame en welvarende toekomst te leiden. De volgende knelpunten zien wij als bouwstenen in dit onderdeel van ons partijprogramma. Onderhoud van de leefomgeving, duurzaam afvalbeheer, milieuvervuiling door de grootsector en duurzaam natuurbeheer en het tegengaan van klimaatsverandering. Volgens mij heb ik alles genoemd, jawel. En dat was het. Nee, een hele belangrijke heb ik niet genoemd. Ik heb gezien dat ik het niet heb geschreven, maar ik zag het even. En dat is dan ook milieuvervuiling door de grootsector. Oh jawel, ik heb het genoemd. Jawel, milieuvervuiling door de grootsector. En dat was het voor de beleidspunten. Jawel, daarom vond ik het heel belangrijk. Dus ik moest het nog een keer aanhalen. Ja, dat was het voor de beleidspunten. En dan kondig ik de voorzitter aan. Of, ja. Van harte goedemorgen is het nog. Ik ben Glif Witteman en sinds kort ook lid van deze gloednieuwe partij.
die natuurlijk al jaren bezig is om een bepaalde structuur neer te zetten, waarbij mensen zoals u ziet nog bij elkaar zijn en uiteindelijk toch de belangen van de Suriname behartigen. Het is een persconferentie, u bent uitgenodigd. U heeft het gehoord van natuurlijk de leden, de mensen die uiteindelijk zo een beetje de zaken op orde stellen om ervoor te zorgen dat de informatie u tegemoet komt zoals het hoort. Dat het Surinaamse volk ook natuurlijk op de hoogte is van wat deze partij uiteindelijk wil doen en wat de bedoeling is. Als we kijken naar onze schema, dan moet ik het woord gaan overdragen aan de voorzitter, meneer Ramon himself, die u even te woord zal staan. Uw aandacht. Dank u. Zo. Ik sta u letterlijk te woord. Ga niet zitten. Met het gelijk. We lopen nog niet over. Dames en heren. Geachte dames en heren. En leden van de pers en goedendag. Wees gegroet vanuit alle vier richtingen. Wees gegroet in de naam van de Almachtige, Tata Sabiabla. God de Almachtige van hemel en aarde, Nana Kedwaman Kedwampong. Zo. Ik hou het volgende voor. Slotwoord, maar misschien het langste. Bij deze presenteren wij u het politieke programma van het Democratisch Platform Suriname DPS, waarin onze visie en plannen voorwoord staan om Suriname op duurzame wijze verder tot ontwikkeling te brengen. Dit programma is tot stand gekomen door een gezamenlijke inspanning van onze leden vanuit hun etnische, religieuze, economische en sociaal-maatschappelijke achtergronden die kenmerkend zijn voor de Surinaamse samenleving. Het DPS wordt gestuurd vanuit een Winti-religieus grondslag. Let wel, ik herhaal, het DPS wordt gestuurd vanuit een Winti-religieus grondslag, wat ons ertoe dwingt om normen en waarden hoog in het vaandel te houden. Van wie het goddelijke dat ons leidt. Zetten wij oprechtheid en eerlijkheid bovenaan. Het DPS wordt. Suriname staat op dit moment voor vele grote uitnodigingen en uitdagingen. En terwijl het vertrouwen in 's lands bestuur steeds sterker daalt. Onze politieke partij is toegewijd aan het realiseren van onze visie en plannen van aanpak door middel van eerlijk, effectief en voorbeeldig leiderschap. We zijn moe van leiderschap met een bestuur van mentaliteit van slecht, slechter naar slechtst. DPS wil verandering brengen in dit bestuur, mentaliteit naar goed, beter, best. Als politieke partij kijken wij vooruit en naar landen en politici die het beter doen. Wij werken met bevriende naties die ons willen helpen en vooruitbrengen. Om ervan te leren en die lessen zelfstandig toe te passen. Stay leri dat je go passen aan toe. No kan je aan je dat helemaal in niet mofo. We leren je de tools en dan we ontwikkelen egisma. Wij zijn de nieuwe generatie en kiezen voor een andere opvatting, namelijk goed, beter, best. Wij rekenen erop dat u onze partij en dit politiek programma ondersteunt en wij staan altijd open voor uw positieve bijdragen, zoals u straks zult merken, vanuit welke hoek en welke hoek niet. Wij hanteren meestal een Surinaams spreekwoord van te woyos yaji, usasisuma seri, omdat tegenwoordig je overal hoort in programma's, misschien niet de uwe, misschien wel de uwe, van geen partij pas komen kijken aan dit soort standaard. Maar wij hebben
Wij zijn rijk van geest en hebben een groot hart. En dat maakt ons uniek. Doelende op die opmerkingen werken wij stil achter de schermen en succes zal kabaal maken. En vandaag gaat u een voorproefje daarvan krijgen. Een tipje maar. Ik hou u eerst het volgende voor. Met als resultaat... Laat me zien hoor. Nee. Ja. Voorbeelden van visies. En dan moet ik... deze letters zijn extra klein voor mij neergezet. En nog kleiner zijn geworden door mijn bril. Nou. Een kind hoort niet thuis in oorlog. Nooit. War child. Het wordt een kind dat onhandelbaar wordt. Fossielvrij leven binnen één generatie. Wij dromen van een groene en gezonde wereld voor iedereen, nu en in de toekomst. Wij hopen dat wij onszelf overbodig kunnen maken. Zoals werkpaarden zijn vervangen door mechanische paardenkrachten, zo zullen ook dieren overbodig worden voor de productie van vlees, de vegetarische slager. Als je me kunt volgen. Op weg naar een wereld waarin krom gelijk is aan recht. Want we gaan steeds naar krommer. Ik herhaal, op weg naar een wereld waarin krom gelijk is aan recht. Een wereld waarin degenen die vastbesloten zijn om aan de armoede te ontsnappen, de kans krijgen om dat te doen op hun eigen voorwaarden. Voorbeelden van missies. Wortel maakt een blijvend verschil. Verbeteren van geestelijke gezondheid door het delen van kennis. Trimbos Instituut. Onze missie is om wereldwijd nieuw bos te planten en bestaande bossen te herstellen. Dit doen wij altijd via duurzame bosprojecten. Zo dragen wij aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en betere leefomstandigheden van lokale bevolking. Redden van alle gekke en overgebleven groenten en fruit die anders verspild zouden worden. Dan hebben we over de grootste slager ter wereld worden, namelijk de vegetarische slager. Kunt u me volgen? Ik herhaal. Redden van alle gekke en overgebleven groenten en fruit die anders verspild zouden worden. Dan spreken we van de grootste slager ter wereld worden, namelijk de vegetarische slager. Zo. Met als resultaat dat slachtoffers vaak opnieuw slachtoffers worden, maar dan van deze machinerie, is het dus tijd om het systeem grondig tegen het licht te houden. Nou, zo zie ik beter hoor. Zie je, we gaan naar het normale naar de natuur toe. De rechtsstaat lijkt te drinken in haar eigen bureaucratie en de kwetsbaarheid burger is de punu. Het laatste is de ideologie van DPS om wat niet goed is met het huidige beleid van Suriname, huidige beleid in Suriname, verandering aan teweeg te brengen. Met dat oogpunt gaat DPS zich sterk maken om continuering te geven aan deze doelstelling. Met als resultaat dat de totale samenleving alle klassen van onze bevolking profijt aan moet hebben. Met onze deskundigen zijn wij in staat om met deze nieuwe innovatie zienswijze Suriname duurzaam te ontwikkelen. En dat zullen wij overtuigen met de inzetbaarheid van onze kader draagvlak binnen het DPS. Let op het woord kader draagvlak binnen het DPS. Mijn grandma botaki ab chimpis tonton do rico washwari adato bonauti. Oude politieke voering heeft ervoor gezorgd dat Suriname drastisch achter is gebleven om zich te ontwikkelen. We moeten flagrant opmerken dat politiek bewust alle ontwikkeling in feite niet meer functioneren.
Bedrijven die beheerd worden door particulieren, waarbij politieke figuren in de top belang bij hebben als aandeelhouders. Dit zijn zaken die niet goed zijn voor bestuur van ons land. Door de inmenging van betrokkenen die nevenactiviteiten op nahouden binnen de maatschappelijke orde van onze economie en ontwikkeling. Kortom, al deze zaken die corruptie voeden, zijn de oorzaak van wanbeleid in Suriname. Derhalve is het van eminent belang om verandering teweeg te brengen. Onderwijs. En dat zei ik gelijk, zo met dit onderdeel ga ik u een idee geven van onze, als ik zeg dat we kaderdraagvlak hebben, omdat we stil achter de schermen werken, maar succes zal kabaal maken. Dat het onderdeel onderwijs. Heden zijn er nog leerlingen van leerjaar 9 en leerjaar 10 die nog niet geplaatst zijn. Het probleem doet zich met name in het zuiden van Suriname voor. Het bouwen van scholen is het in het zuiden geniet dus prioriteit. Ook op middelbaar niveau doet dit probleem zich voor, maar dan in mindere mate. Daarnaast heeft het onderwijs ook te kampen met een tekort aan leraren. Niet alle scholen zijn volledig bemand, dat mag u weten. Of bemand door onbevoegde leerkrachten, dat mag u ook weten. Leerkrachten of leraren. Laatst heeft u nog in Nederland kunnen opmerken dat mensen in die richting met vervalse papieren proberen. Maar tata in op sanga de wandati. Dus op dat niveau moeten we ook kunnen komen. Om dat te stremmen. Een mogelijk gevolg is slechte kwaliteit van het onderwijs. En dat willen we niet voor onze kids. Aanpassing onderwijs op de pedagogische instituten, omdat de aflevering van zwakke leerkrachten leraren uiteindelijk voor een systeem zorgt dat zwakke leerlingen aflevert. Concreet te merken aan het rekenprobleem op de basisscholen. Ga maar naar met welke cijfers de leerlingen de VU-scholen binnenkomen na het doorlopen van de basisschool. Onderwijsstagnatie in het binnenland, dat slaat alles. Wat ik u wil voorhouden bij het laatste, dat u me zeggen van hoe doe je dat? En wij denken aan technocraten. En ik ga een naam hier noemen, omdat we een goede kader hebben, een bijzonder kader ook. Maar wegens rancune kan ik niet bepaalde namen hier noemen. Onthoud mij daarvan. Maar één naam ga ik u zeker noemen, die zeer zeker, als het moet om onderwijs, wij erop kunnen rekenen dat hij die portefeuille als minister, als we de gelegenheid krijgen om mede daarin te bepalen. En die naam ga ik u wel meegeven. Iemand die technocratisch is en iemand die het onderwijs van onderste boven kent, bovenste onder, en dat is de ex-minister ooit, de heer Peneu. Dan daarmee heb ik u een indicatie gegeven hoe hoog wij de ladder bij elk onderdeel, elk thema dat we hier neergezet hebben. Komt u mij niet vragen wie, als we balans hebben voor de president of de vicepresidentschap of dat niet. Dat is niet onze pakje, maar we hebben het gelaten op de vlak. De gebieden waar wij denken van toegevoegde waarde te zullen zijn. Ik wil het bij deze even hierbij houden. En als u ziet de heer Pinné niet hier, maar u mag hem rechtstreeks bellen of u krijgt zijn nummer van mij. En hij gaat het bevestigen dat hij voor de DPS als minister van Onderwijs wel het beeldje zou willen oppakken, hè? Om het zo te zeggen. Maar om te zien dat wij weten en wij denken niet, wij weten en gaan zeker voor hetgeen wij als visie en missie hebben. Wij staan erachter en mogen de Almachtige ons daarin sterken. En blijf u ons volgen en vooral kritisch volgen
op hetgeen wij hier hebben neergezet. Ik dank u voor het willen luisteren en ik denk na misschien een slokje dat wij tot de vragenronde zullen kunnen overgaan. Ik laat dat aan de MC. Okay. Ik ben een beetje moeilijk ter been, daarom zit ik aan deze kant. Ja, het ministerie van Jeugd, Cultuur, Religie en Sport. Op dit moment zijn, even kijken, deze onderdelen deel van ministeries, van verschillende ministeries. Zelfs religie is niet eens het directoraat, volgens mij is het gewoon een deur. Het heeft niet heel veel... Het lijkt alsof het niet heel belangrijk is in deze samenleving. Wij vinden dus dat deze punten, jeugd, cultuur, religie en sport, zoals eerder al gezegd, een beetje de basis vormen voor een goede toekomst voor Suriname. Je hebt de jeugd, de cultuurbehoud, normen en waarden zijn heel belangrijk voor voor een goede toekomst, een goed, ik kan even mijn aantekeningen erbij halen. Ik denk even ja, aan. Juist. En we hebben het espresso gedaan, en we komen niet aan onderwijs en wetenschap, dat blijft op zichzelf. Maar om een goede zaad, als je een goede zaad plant, kan je zeker zijn, en op goed grond verbouwd, kan je zeker zijn van een goede oogst. Dat wil zeggen, onze kinderen, religie, die moeten hun normen en waarden kennen. Een kind dat godvrezend wordt opgegroeid, wordt opgebracht, opgevoed. Want je kan een kind voeden, maar opvoeden is wat anders. Opvoeden met de normen en waarden van zijn, zonder aan andersmans religie te komen, is godvrezend. En dan kunnen we praten van een plurale samenleving. Want daarmee moeten we rekening houden. Dan kan je voorkomen dat er etnische toestanden ontstaan, omdat er daar respect is voor wederzijdse religie. En ik heb dit kunnen ondervinden een paar jaren terug. Toen bleek dat het Javanisme dat niets anders is dan wat wij Winti noemen. Misschien, ja, ik hou daarbij, maar ik ben tussen Javanen ook opgebracht. Niets anders is dan gewoon Winti. En zoals Winti het christendom ook als onderdeel heeft. En wij werden toen afgewezen en Javanisme werd die veel later opkwam werd genomen. Waardoor de minister van Cultuur, Jeugd en Sport Onderwijs, die had al meegestemd. Hij heeft zelf gelobbyd, maar het directoraat religie was bij binnenland. En ik wil niet gaan stigmatiseren, maar binnenland heeft toen, ondanks dat zij mijn heilige boek in handen kregen, de minister ter plaatse, heeft toen gezegd van ja, maar op den duur werden met je afgewezen en wegens welke reden weet ik niet, maar Winti werd toen niet mee gerekend als te zijn een normale religie, terwijl er zoveel aanhangers zijn. Om dat te voorkomen, dat ministeries elkaar, want ze zouden misschien gaan clusteren en tot één komen, tegenwerken of wat dan ook. En zelf in coalitieverband of oppositie werken kunnen ministeries. U merkt tot heden ten dagen dat het gebeurt, dat in coalitieverband partijen of ministeries elkaar tegenwerken. En om dat te voorkomen, hebben wij zijn religieus ingestemd via onze religie naar de Almachtige, zoals alle anderen. Hebben we bedacht van, niet dat het persen moet, maar het is onze visie, onze mening. Een religie, jeugd, cultuur. En als het moet, als je goed een goede kwaliteit wil hebben, dan onderscheid je sport daarvan. Omdat sport een eminent belang is om jou op de wereldkaart te plaatsen. Kijk maar naar onze vechters, naar onze hardlopers, naar zwemmers enzovoorts. En daarvoor dan moet je een kanjer van sport hebben. Dat is noods uit de diaspora iemand halen die van wanten weet. En dat leidt zo'n persoon, zo'n ministerie. Ja? Dus vandaar dat we het zo hebben opgesteld.
aan onderwijs en wetenschap komt niemand. Maar het is een kwestie dan van clusteren tussen de ministeries van wetenschap. Onderwijs, wetenschap, sport en het ministerie van Jeugd. Cluster het, wanneer je tot een doctor. Samenwerking. Juist, samenwerking. Dat kan. Maar als we zo door blijven, blijven, dan kom je niet van onder de steen waar je bent. En die steen wordt steeds strakker of dieper de grond ingedrukt. En dat vind ik een vorm van discriminatie. Ja. Jawel. Zie mij als de vertegenwoordiger hoe de paus de Rooms-Katholieke Kerk of de bisschop hier, de Rooms-Katholieke Kerk of welke andere geestelijke zijn of zijn geloof vertegenwoordigt. Ben ik al moet ik het zelf zeggen, eigen lasting, maar in mijn, domein ben ik gewoon een topper. Ik weet waarover ik praat. Ik heb het ook mondiaal getoond en dat Winti zeer zeker de plaats verdient om als geloof, en het is uniek, alleen in Suriname is Winti ontstaan met een lange start naar Afrika, maar het is een mengeling van de religieën die bij elkaar zijn gekomen, zoals het christelijke ook, en daar wordt er gezegd: onderzoek alle dingen, maar behoud slechts het goede eruit. En dat doen wij. En Winti heeft diezelfde vakterm. Een sambung wo hori masanobung wo fingi na usarang. Sambung wo hori masanobung wo fingi na usarang. Ik heb het niet over mensen die met praktijken zijn, die duistere praktijken. Of die dingen uit Haiti halen, of dingen uit Afrika, of India, of whatever, erbij halen. Ik heb het niet over dat soort dingen. Ik heb het puur over het geloof, jonge geloofsovertuiging, maar met een lange stap terug naar Afrika, waarbij je van alle huidige religieën een uittreksel kan trekken. En dat is de Winti. Het Winti geloof. Ja. En ook uitingen, zoals andere uitingen van bij de vorige regering zag je ons meer, bij deze regering. En kijk, je kent je eigen waarde, en zodat je jezelf niet respecteert, gaan anderen jou niet respecteren. En respect dwing je af. Je kan het niet kopen, je moet het afdwingen. Je kan indruk maken, je hoeft niet op te vallen, maar indruk maken. En wij willen niet meer als een lampje aan een kerstboom gepresenteerd worden. Wanneer men een activiteit heeft, een nationale dag, dan moet je daar komen springen, vuurdans of dat, of als attractie. Terwijl wij bliksems goed weten dat toen hij de aarde schiep, hij zei: kom, laten wij mensen maken gelijk naar onze gelijkenis en beeldenis. En die mensen leken volgens mij op mij, als we de geschiedenis mogen geloven, de wetenschap mogen geloven. En weten is meten, dat weet je zelf. Het is bewezen. Dus vanuit die optiek vind ik dat wij niet daarmee thuis horen. Trouwens, ik heb ook hard aan de weg getimmerd dat wij land die intussen toestemming heeft gegeven dat al jaren. Zo ben ik ook getrouwd. Ik kom niet met twee maskers. Ik spreek niet met gespleten tong. Ik ben heel transparant. En ik ben van Winti geloof getrouwd, zoals het hoort. Niet na zien doen, laat doen. Zoals het hoort. Nou, men heeft ervoor gezorgd dat er Winti ambtenaren, huwelijksambtenaren, erkend zijn, opgeleid zijn door de overheid. En die een huwelijk gewoon kunnen inzegenen. Dus dat is al een stap behoorlijk.
Maar misschien als een afas meteen konden dat naar fokken vinger bakobi abi. Ik woon ook in een arena en je mag het weten, ik ben geïnspireerd en gestuurd door het orakel. Daarom sta ik hier. Anders zou ik, net als Jonah, en die vrees overkwamen van famego, mina winti dan wango in politiek. Maar Tidena D, zelf de president, heeft een goedkeuring gegeven. Daarom kunnen we als partij nu uitkomen. We staan een jaar precies. En wij werken keihard, maar we hebben een ander systeem van werken. En niks is blijven. En daarom zullen bepaalde systemen wegvallen, maar bepaalde systemen moeten blijven om je te ondersteunen. Waarom? Je moet weten hoe het toen was, daarom is geschiedenis belangrijk. Als je weet hoe het toen was, dan zal je weten waarom het zo, vandaag zo is. En dan kan je voorbereiden dat het morgen voorkomen kan worden of bijgesteld kan worden. Ja? Dus vandaar dat wij... Toen ik die opdracht kreeg, hebben we ook anderen erbij gehaald, ook wijzen, andere winti hooggeplaatst vanuit het binnenland, zelfs de Gramans. En ik sta niet, hier plotseling en ik predik van aha, namens de winti en zo. Ik weet dat ik een bepaalde verantwoordelijkheid heb. En ik krijg het respect ook. En ik ben nog nooit in een verschil gekomen met andere leiders en of tenminste andere geestelijken. Ik weet dat er een hond vier poten heeft, maar kan slechts één weg tegelijkertijd bewandelen. Omdat ik ervan uitga dat er één God is. We leven nog steeds op één wereld. Als er andere wereld was, dan zou ik mijn vinger niet in de vuur daarvoor steken. Maar je mag weten, wanneer de agenten worden geïnstalleerd, of beëdigd, ben ik een van de priesters die wordt uitgenodigd. En ik ben daar. Ook bij andere gelegenheden heb ik het gedaan. Ook bij de eerste minister die nooit na zijn eed ontslag heeft gekregen. Terwijl de meeste of allemaal zijn gereshuffeld tijdens de vorige regering. De meeste die daar waren. Ik zeg niet dat de regering niet toereikend was, maar misap sami poti, misap sam seri, na jongsap sei bai. En hij is zo schoon gebleven qua handel en wandel als het witte bord dat daar gepresenteerd werd. Omdat mensen die erom lachten, wisten tenenstap van Sanitaki. Sorry voor het woord hoor, maar het is een spreekwoord. Tenenstap van Sanitalik Agu. Ja toch? Het is een spreekwoord. Maar niet letterlijk bedoeld, maar als je iets niet weet, vraag. En er zal aan u geopenbaard worden hoe, wat, waar en wanneer en waarom. Ik denk dat ik het heel fijntjes heb beantwoord. Goedemorgen. Ja. De kleuren rood, wit en blauw. Ja. Waarvoor is het dan? Zo, ik ga ook daarop antwoord geven, maar niet op alle vragen ga ik. Maar dat is mijn. Als geestelijke. En ik kan daar op mijn. Dat kan ik goed uitleggen. Rood, wit, blauw, onze vlag toch? Oh ja. Ja, en met een logo erin. Daar kan ik het volledig uitleggen. Dat is een heel goede vraag. Want veel mensen hebben een. Dat is een heel goede vraag. Ja, trek het nou juist. Waar is de grotere? Even helemaal naar het begin. Ja, oké. Je ziet daar rood, wit, blauw. Het is niet gewoon blauw, diepzeeblauw. Eigenlijk blue-black moet het zijn. Het stelt het, de helpers gods van het bos voor. Het wit stelt eigenlijk de helpers gods en de voor de ancestors. En de helperschots van het luchtpantanon. En rood stelt dan de helperschots van het water. Wij hebben onze, dat is mijn persoonlijke
voorouders een symbool, het omgekeerde boom. En deze boom, zegt men, het heeft gegroeid zoals het daar staat. Je hebt gehoord van de Bakaboesnengeris. Ja toch? En deze boom groeide zo. En er is een lied van, mi pran wambo in midjari, ma a rutufa boom, da mi bigis ma anu. Dus, met andere woorden, wij gaan terug naar de natuur. En onze voorouders, ancestors, en waar zit het begin bij de wortels? En daarom zijn de wortels ook naar boven. En daaraan houden we ons vast. A krachtief abon, a rutu, a krachtiefing, dena. De grensma anu, dat want dat naar de bigiwang en hoor ook naar. Zoals de boom steef, hoe groot dan ook zijn de wortels die een boom stevig in de grond vasthouden. Als de wortels oppervlakkig zijn of een beetje los, gaat die boom, zeker bij harde wind of bij te veel water, omvervallen. En die driehoek staat ervoor dat wij nooit omverkantelen en wij geven nooit op. Een driehoek, ziet u een driehoek al vallen? Nee, een driepoot blijft staan. Daarvoor staat het. En dat vormt het totaal het DPS, onze logo. Ik heb het uit het geestelijke moeten halen. Zoals ik het gekregen heb in mijn vis, in mijn. Ja, in mijn visie. Heb ik het zo geplaatst. En het heeft gewerkt. Het heeft gewerkt. En waarom ik zeg dat het gewerkt heeft. Van wie u niet denkt, zoals ik zo net aanhaalde, is content met wat wij doen, wat ik doe. En ik zeg het altijd, ik hoef niet de beste te zijn. Ik hoef niet de koning van ook. Veel al denkt men dat alleen de donkere mensen hier een wintie beleiden. Gaat u even op mijn centrum daar, dan gaat u in die bromtje daar zien. Alasranam Ching, het zijn 20, hebben de fundamentele uitgangspunt van 20. Ik kan tot nu toe niet zeggen dat er iemand van het Hindoeïsme naar me toegekomen is, dat kon Jimwan Takusani, ik kon zitten in skin. Ja, van hetzelfde, dat is het islamistisch geloof. Maar ook christenen, voorgangers, die denken omdat een ieder naar de hemel wil, maar niemand wil sterven. We zijn gewoon aanvullen naar elkaar toe. Dat moet men gaan begrijpen. En daarvoor staan we voor normen en waarden. Met jele spekje, dan met kies alle spekje bakken. Maar ik denk dat die uitleg heel duidelijk is. Het heeft niks te maken met de Nederlandse vlag. Want voordien, en je moet ook kijken, wereldwijd, de meeste landen, wat zijn de kleuren van hun vlag? Rood, wit, blauw, Amerika, Engeland, Frankrijk, Rusland, Australië. Ga zo door. Men weet iets. En men heeft meestal van Afrika en Azië wat genomen om in het Westen te verbeteren of op hun manier, om jou weer te verkopen. Maar if je sabi bigisma sanboom, dat laat je niet pakken. A kleur die zie, en dat staat voor ala kondre. Dit is na ala kondre. En dat je ook een penny en zo, dat na broeia, ik denk maar. Dit is na ala kondre. Het is ordening. En het is in een cirkel. Een cirkel betekent ordening. Daarvoor zijn we en daarvoor staan we en daarvoor gaan we. En daarom weten we dat een Dave Day, en we hebben geen smerry, wang afzeteld bij. Na kerst zullen we zien. Een logo in het Surinaams. Een logo in Suriname. Een logo waar? Abong. Heel logo. Wel, de Engelse spreekers maar zei, loko na nga aartje. Already, wantaki, den jeje sa e beschermen namens Masragado den boe jeje, want mene din dibri, mene din sa nga to of popchi of den sandati. Me din Masragado den neshi na nga aai. Sale zijn degene die, den sma de bribi, inoshi, imwani briba mana, imwani yo mana, briba mana yo. Dat wil zeggen, je moet willen geloven, maar niet willen zien. Ready na voor watra.
weet je dat voor de voorouders zijn dat ik ben aan de jeeën, zei ik moet naar Lok toe, namens Masra Gado, kom beschermen. En een blue black zei dat partij zei blauw, want in Krioro tongen dat ik go bij black agent, maar in bij black across, en puur black across in het bakroon, naar het akroos aan de, naar het zaantang. Maar men het akroos was aan het akroos. Maar een... Nee, maar ook zwart kan u geluk afdempen. Dat kan u van mij aannemen. Maar een blue-black betekent de Karin Saprusu. Is de enige naam, blue-black, Saprusu. Sommige mensen zeggen dat de taki, go bij wat meter wit Saprusu, dan weet wit ready Saprusu. Is bijna een soort een vorm van pleonasme. En ik klop. Alleen een kleur dat je onderzien naar Saprusu. En zit ook de letters en alles. A bom na mindri, na mi bigisma, rorachi nengre. Dape de be ap ala den strijder sani. En a bom dat na onsan samdren persoonlijk tak mik motang abron dat kong. So many den bakabus nengre sa. En yeye fasi ikonangeng. Ano ramon persoonlijk ma en yeye fasi. Mi benden a bom dat today kong. Daarom mi no etak den tor dat 1, 2, 3. Maar in deze leg ik het uit dat den sma verstaan. A bom dat be gro nangade weer na ondro doti e rutu na lok toe. En daarom konden die mensen, je kan helemaal naar Grand Body gaan, overal ten bigisma, sam lolo nanga de echte bigisma, 100 zoveel jaren, voor tapse, de leg uitaki, alla sabi bijna prati vanuit Bakabusi, apanya in Hersaranang. En abon, a driehoek wantaki, dabakwasa. En dabakwasa wantaki, mine seki gono wansi, mina drifutu, mine fadon. A circle, dat want een ordening. If you go a winter play, is je eens maar dans met de zon mee in Bwege Leek. Want dan nee klopt dat. En dan want maar dans wel tegen dat ook, als maar dat lauw. Maar als maar je dans met de zon mee, dan want dan nee klopt, secte no sotori, tratori. Je dans tegen de zon in. En zodat je dans tegen de zon in, omdat je aan een facem weer lekkie, zal je maar doen dat. Tegen de klok, ja. Tegen de klok in ga je dansen. Omdat je aan een onzichtbare wereld, die gaat met de klok mee. Maar jullie klibisma, je dans zo. Alle transmassage, je dans zo. Als je op kalmeer middel dat je poten indringen, je net met je. Justus, ik kijk niet naar wat ik zeg. Poten je denkt, want boos aan het drapen. Je gaat je ook vriend voelen als je dans zo. Samtak ja, smak kan go proberen dat je shitaki. Oud jes lekker Milton doe een trede. Ja. Wil iemand anders daarop gaan? Ik ben eigenlijk, ik heb het gezegd gewoon en zij heeft het bevestigd. Want het is jaren terug tijdens de waarom is verschillende programma's bezig. Toen niemand kon piepen. Tijdens de corona en pas na dat regering Fadong, met Afadong, en niemand kon piepen, dan was ik met mijn partij, met mijnzelfde telefoon aan zijn. Elke zondag kon je daar de bom, je had je Gorondjoe Tactory enzovoorts. En ik heb alle toppers van Suriname daar gekregen. Op twee, drie na niet. Maar iedereen, alle lagen, zelfs de VES, was daar bij mij op bezoek. En toen Aboskop kwam binnen, dat het instituut is ook geestelijk, maar dat hij me vervulde een bepaalde taak van mijn tjengo wakasma, jisma. En denk nu dat het van een leerdagje gaat, want verdeeldheid laai minder juist wintig gelovigen. Maar als je op Bribin gado en in Sayedubung, dan tak wawa wipi, je poor man boudu. Dus op een bepaald moment zeg je van, voor elkaar van een partij, of de van Ajejo Abdra, en dan heeft mijn massie para. Nou, het is de eerste partij, geschiedenis voor para, eerste politieke partij, weg van de Republiek Peter Skyroweg, nummer 90, eerste partij die op in para, politieke partij. Ik zou mijn para maar daar. Maar mijn kade is king, omdat mijn familie benaderd is, mijn loop den toe, maar ik heb het niet aan. Terwijl ik overal al vertegenwoordigd ben. Als je op social media bent, dan zie je dat ik een Marowijnenrivier bekend heb.
Ik laat u dit gewoon even zien. Dit zijn twee kernleden van, moeten twee zijn van, zij leidt een kern, moeten twee zijn in Nikeri. Ze kunnen vandaag toevallig niet in de stad zijn, maar het is een lidmaatschapkaart van ons. Maar, ja. We hebben genoeg kernen. We hebben genoeg, overal zijn we vertegenwoordigd. Maar vooral in het middenland, het binnenland ook, maar het middenland, de district praat Noord-Ravasi, en bij de inheemse ook, heel sterk. We zijn heel goed daar vertegenwoordigd. Maar alleen Unemeki Bari, wij stellen een stap van Ravasi op. Ik kom bijvoorbeeld, kan je dat voor me pakken? De vraag. Kunt u? De vraag. Ik ken je naar u. Ik heb hier en in Nederland zo'n beetje politieke scholing genoten. Mijn vader keer aan een professor aan de wand. Ik vind dat een professor heel snel verstrooid raakt. Dus mijn oor raakt verstrooid en ben geestelijke. En ik ga, als geestelijke ben ik de politiek ingestapt. Nou, in Nederland leer ik me wat tactiek. CDA bijvoorbeeld, de heer Tweede Kamer, Michel de president, dan Wetaki, Wejiwa Roos, Nanga Dismay. En onze visie en missie tegen ons, dan Nederland dat ik wil lezen. Op gebaar van Roos, Nanga Dismay klop, dan Abbas Maratikba. En zo'n tactiek me past daartoe en het werkt met eigen Europa. En soms, we hebben twee jonge dames achter de knoppen geplaatst om deze kaarten. Ik heb een toestanden meegenomen uit Nederland en om het te vervaardigen. En op een bepaald moment, het zijn jurist en de ene moet nog volgens mij iets afmaken op de universiteit. Maar ze weten van wanten. Jonge dames tussen 24 en 28. En op een bepaald moment de vinger ik kon kroon dat weer dat doen. Wat wij nu doen, leden officieel vastleggen. Onze ledenbestand vergroten en met bewijs. Dat doen wij. Natuurlijk zijn er ook veel leden, mensen die. Nou, dat moet je naar ten vaste dat je maar zeker mee poten geeft. Maar ik kan af en af blijven. Maar het is realiteit. Ik loop ook niet naar mijn school om te denken van, mij wou haal 10 zetel of 15 zetel langer in het Misabi. Maar wees van één ding overtuigd. Ik zal die grote band, als het van een tractor is, wat bij band is, ik zal het propje daar zijn die op tappen van lucht nog weer. En als we ventil een lekje, ik kon tappen. 100% zeker, met Gods wil. Ja, en hoe wil het ook alleen van de En wij hebben verschillende gesprekken gehad met diverse partijen. Alleen gaan betekent zelfmoord. Enkeling is een drenkeling. Heel realistisch. En we hebben onze voorkeur, maar het is prematuur om nog daarover te uiten wie precies. Omdat dood eenvoudig, in een sera adia bafosis uta adiata. Maar alleen heb ik vandaag getoond, met één naam te noemen, dat in onze partij dat we gerespecteerd worden. Er zijn een aantal van kanjers die het kader vormen. Wat u hier ziet is, je ziet ingenieur Nicole, je ziet onze, ook een topper. Er is voor kader, maar bepaalde mensen beschermen vanwege rancune. Als u nu ziet dat minister, directeur bij, ja, 1, 2, 3, in de zekerheidszaak wordt je met ontslag gestuurd. Dus dan is het in de rook in gevaar. Maar na een bepaalde tijd, Tayari Abra, dan is het Robby, dus maak Adam Godoro, dan is het ook te voorschijn. En dus, ik ben tegen Alfas, nog laat ze trainen. Vanaf daar zo uit, pak maar aan en ik laat ze trainen voor 3 jaar in de dienst. Maar. Wij gaan onder een paraplu. Welke paraplu? Dat is nog prematuur om te zeggen. Ja, maar laat u zei de dames die in het werk hebben gezet, die tegen de vingersprong van mensen die zich in, aansluiten bij de partij. Het is achterstand zelf om mensen in te werken. Ja, die zich aansluiten bij de partij. Ja. Maar
die direct aan de tegen de Surinaamse maatschappij. Ja, precies. En is het volk van Suriname ready om voor een te kiezen, maar grondslag wie die is? Ik denk het sowieso. En dat is het juist. Mensen zeggen niet, ik heb het eigenlijk al met kota auto dat joke. Iedereen wil naar de hemel, maar niemand wil sterven. Zelf christelijke voorgangers komen bij mij daaraan om aan te kloppen. Ik heb pandies ook gehad. En laat me u de één ding zeggen. Wanneer we bijvoorbeeld bij beëdigingen gaan van welke regering is mijn om joku no tap me voor doe mijn roko tapapisi. En tegendeel den kar me doen. Ja? Dat zijn het meestal pandies of molfies die en ik me vier thuis. Maar niet mensen ben me kies christelijke leer. Denk dat hij maar tede, dat is abief kon dat. En je kan mensen niet af, maar het is niet goed in een samenleving waar we hoe dan ook door één deur moeten heen gaan. En anno alles maar je kies naar jezelf vanzelf. Precies wat je daar aanhaalt. Maar zou ik kies nou zeggen, zal zeker genoeg zijn de bedigado dat onder apprasoren ook aan kies van gerespecteerde plaats. Want ook daarvoor waken we dat we gerespecteerd worden voor wat we zeggen. Niet dat men komt stemmen op wie. Je komt niet op wie stemmen. Je komt stemmen op een partij dat klaar wil met de ideologie. Om Suriname en de belangen van Suriname te behartigen. Het gaat niet dat je komt stemmen op wie en dat je dan gelinkt bent met wie. Als men wint, dan denkt men dan van hui, dan moet je zeggen nee. Dus het is precies zo als bij de anderen. Dat moet je niet gaan doen zo aan als dan Bastor hier zo zat, dan was het niet, hoe gaat men mee met dat Bastor? Maar ik denk zeker dat die meneer Reimer die vraag niet zou stellen. Ja toch? Eerlijk, dus vandaar dat ik zou het niet stellen. Dat men niet kan stemmen op wie. Juist, maar dan wil ik het ook bij aanhalen dat een... Nou, kom de stellen, nee. Het is zo goed. Maar ik weet zeker dat u meneer Reimer die vraag niet zou stellen. Die vraag die ik een vraag stellen, dat is voor ik respecteer alle dingen. Ja, ja. Dat is moeilijk. Maar waarom ik de vraag stel, omdat als we in de politieke geschiedenis gaan, de partijen met een christelijke grondslag. Die krijgen meestal voorrang. Ja, nee, we merken dat ook heel moeilijk dat heel veel zetels behalen. Misschien vroeger. Misschien vroeger, niet. Ja, misschien. Juist, toen, ja, toen. Maar intussen, hoe hij komt, komt je koyo neenjakerbasimoro. Hoe ben de slaven, hoe komt er een vrije mensen met een eigen wil en we ontwikkelen steeds meer vara. Wanneer een bijzisma dede, maar onde ete. En dan we. Ontwikkel Gomorofara, samen met de anderen die samen erbij zijn gekomen vanuit het buitenland, voor mij one nation. We leven, mensen moeten wel weten, nation building in de Asranan, vooral no. We leven naast elkaar, maar niet met elkaar nog. Dat is ons probleem. We leven naast elkaar, maar niet met elkaar. En daaraan, aan normen en waarden, zou we niet geven van toegevoegde waarden. Maar ik respecteer onze regering. Want zo mij nog denk ik dat afier benauwd toe dat hij de wind is aan. Maar dan heb je dat aan je denk ik en zo. Het is een heel verkeerde trend. Je moet ik zeg God zegt altijd bid maar werk. Mijn broer is Mulvi. En hij heeft me mijn eerste Koran gegeven. En er is een spreekwoord dat zegt vanuit de islam van vertrouw op Allah, maar bind uw kameel goed vast. Dus ik zou niet mij wagen van ik ga zoveel zetels geregeld als zoveel niet. Maar we werken aan zoveel mogelijk dat we kunnen krijgen. We zetten ons dag en nacht in. Dat noemt ook niet Sribi, hè, we Sribi. Want als je wakker een bepaalde jure scoot, actie pay go. Ja, toch, scoot, actie pay go. En vooral als je dan een beetje zakken. Je dan een beetje zakken, terwijl je een propaganda materiaal. En als scoot of Sani, nou,
die een mede politieke tegenstander. Is dat wie zei de? Die een takje voor mijn lol op zijn matina naar Bidisaka. Even van voor mijn schie want matina voor naar Bidisaka. Hij denkt dat ik een voor mijn tikken heb. Dus dan, daarom gebruik ik die spreekwoorden om als nadenkertjes. Ja, zeer zeker. Ja, je hebt lang gesproken over jeugd, sport, recreatie en cultuur. Daar gaat het uit. Juist. Zijn er nog andere ministeries? We hebben nog kanjers, vooral op een bepaald punt. Nog één tenminste, andere ministerie. Maar je kan het niet zo bepalen, vooral als je met anderen gaat moeten samenwerken. Is het water in de wijn, toch? Maar dat is wat je wil. Maar daarom moet je zoveel knikkers proberen te verzamelen. Maar ze hebben één ding vergist. Is het one man, one vote. Nak mimik minaki baka. Na straight fight. Dit is na trattori. En daarom heb ik geloof dat wij wat we waard zijn, het maximale daarvan binnen zullen halen. En gewaardeerd zal worden om mee te dingen en... Niemand hoeft mij wijs te maken dat men de politiek ingaat om in de oppositie te belanden. Je gaat de politiek in om tenslotte mee te kunnen praten, mee te regeren. Dan kan je iets betekenen voor je achterban. Op positieve manier. Niet op friends and family en dat soort gedoe. Nee. We zijn erin gestapt met een abribitaki om Siwan Fasifu. Kom toch aan zang hoe een verwezenlijk die sma kan controleren. Dan moet je met anderen werken. En liefst met anderen waarbij je denkt, je visie, je missie, je politiek programma, ik kom overeen. Hier en daar kan er wel een verschil zijn. En we leren ook van anderen. Ik mag niet jokken, anderen hebben ons ook ondersteund in mijn vorming. En het betekent, wint die is voorhoefie, maar politieke is nog voor. Ik mag een naam hier noemen. Toen hij hoorde van, hij is de politiek ingestapt en die man is gewoon regelrecht naar de Republiek gereden, Akatakondre. En dat is de heer Hans Breveld. Hij heeft een stapel boeken van me gebracht en zegt, jongen ga lezen, je moet alvast beginnen te lezen. En ik ben hem dankbaar. Vandaag heb ik een programma in mijn eigen studio, elke dinsdag 6:00, eigen live studio enzovoorts. En dat programma is naar een van zijn boeken vernoemd. Voorzitter, mag het volk aan het woord? Elke 6:00 mag je daarop volgen. Elke dinsdag. Maar we hebben ook andere programma's. Hè. Maar dat vergeet ik nooit. En daarna hebben anderen me begeleid. Ook in Nederland. Ook lang daarvoor had ik wel politieke scholing genoten. Maar de persoon is er niet meer. Wijlen de heer Hussein Ali van het leger. Hij was chef politieke scholing in het leger. En je mag weten dat het mijn eerste straf zou zijn in het leger toen ik daar was. Want toen de tijd was het de hiërarchie. Maar ik was een heel pintere en opmerkzame leerling vanaf school uit. Dus me kon drapen, de ma epoti, we kies kader, we kies leren. En hij was volgens mij overste al of luitenant. Maar een kapitein was hij. En hij gaf politieke scholing. En op een bepaald moment was het een tijd van de militairen. En ik stak mijn hand op en ik zei van... Want ik las heel veel. Lees Che Guevara. En ik kwam er tegen van... Het leger mag geen vakbond hebben. Het is tegen het... een hiërarchie van leger. En ik stak mijn hand op en ik... poneerde dat daar voor hem. En hij zegt, jij, na de les, tussen de vierkante muren bij mij aanmelden. Mijn badiari bijna kies diari. En toen was het heel strak. En toen ik daar aankwam in zijn kamer, Weilen, de kapitein toen volgens mij van het leger, hij was bij luchtmacht, commandant, zei hij van, recruit, u mag met mij mee eten en drinken. U heeft een gedurfde vraag gesteld.
en je moet je extra les. Hij, zijn ben denk ik op ze. Hij vond het heel prachtig dat ik dat gevraagd had. Van hem heb ik de eerste politieke scholing gehad. Dus, mijn naam bepaalde politicus, maar de politiek door daarmee kan daar want ze daarmee arki. Misschien zijn er andere vragen naar andere. Morwanga afu. Is er genoeg achterban voor de meeste inzicht? En sommige van dit ervaren? Net wat ik zeg, ik denk dat een van de man daar aan werken. No? Ja. En de gezegde, misschien zitten mensen zich niet erop, maar ik ben er. En ik hoef niet per se daar te zijn, maar... Er is een gezicht dat geplaatst gaat worden. Er zijn gezichten, of er is één gezicht. Misschien is het symbool ook dat geplaatst zal worden. Het zou kunnen. Maar we stijgen behoorlijk. Maar ik ga niet hier komen zitten opscheppen. Het is hard werken geblazen. Het is hard werken geblazen. En sommige mensen beseffen ook niet van, als je niet gestemd hebt, heb je geen recht om te praten. Dat na eerste instantie heb je er maar bij. Je stem. En dat trekt op zomaar je stem. En heb je dat je de keihard in apartheid dat meneer verserie. Je moet meegaan zijn en transparant. Ja? Zal ik iets kunnen toevoegen? Uiteindelijk gaat het niet om de persoon, maar het gaat om de ideologie van de partij. Want het is niet die ene persoon die alleen het werk gaat doen, het is die hele partij. En dus daarom hebben wij ervoor gekozen om als eerst ons verkiezingsprogramma te presenteren, alvorens we met een lijst met kiezers komen. Ja, eigenlijk wel. Dat is het. Oké. Een laatste woord. En hoe zou mijn verstaan mijn laatste woord? Dan zit ook niet voor manga boadai. Dat wil zeggen, je moet je geestelijk gehoord goed aan de berden zetten om mij te verstaan. Want al verstaat je me niet, als je gaat slapen, gaat het naar je toe komen. Ja toch? Hoe pek je niet dat je naar een keer man keer posasiën kan voor nojima? Want if na patra botak Latijns, if na Muslim de botaki in Arabisch, if na Rooms-Katholiek, if na Hindoeïsme hebben ze ook een manier om het te doen. Dat we trots zijn, maar je ook probabelijk een ponuma na publiek in inkwa. We na san voor boy, hankra minta hankra jima, nanga nefu na kejaman kejam pon tata sabiabela. We van kan kuyu before bewo, we van kan kuyu before kelejo. Hin wan pipi. Die hankra minto, met die hankra sama de dama yesa dama dama frama ini, udama frama ini, udama kutawo, udama frekuta, udama frabo kikiyawa. Bika basa toki neke minti ya sika grombo obi. Te wo troki, umu troki, monti mintua, fi inuwa mbro, kinuwa mbro tando, dama yesa dama, da udama keku, udama bantini. Nanga nefu nana, upekini intra, nga den don po mai nigete den don po mama bro wa don po tata bro tando fa unaki dabra hankra mi tankra di madai di wonako wonako sonu na mai saji ni konto na tina fo sonu na dabakuku na tina fo sonu da mo monti taye wa dogete kuma nyabla yo ti fortale ja het laatste zin ga je voor. Ja, nee, dus ik niet over tijd. Komen, dat weet ik. Oké, kom hier. Eigenlijk met dank aan de Almachtige daarboven. En dat wij ieder die dit volgt via uw medium, straks of nu al, dat men eigenlijk geconcentreerd naar de verkiezingen toe een wijs besluit zal nemen. En niet gewoon een wijs besluit, maar dat je wordt gedreven door de geest. Gedreven door de geest in de zin van dat je feitelijk alles dat wij tenminste hier hebben gepresenteerd, dat je tot zich neemt, tot je neemt en het goede dan doen. Wat bevorderlijk is voor Suriname, als u dat kan erkennen en u zelf erin kan terugvinden, go voor het op 25 mei en stem allemaal op het Democratisch Platform Suriname, de kentering naar goed. Maar ook heb ik zelf een
van de kom, mijn winst die wang. Ja, dus zoals jullie hier zo zijn verschenen. Gezond en wel. Gezond en wel. Zo wordt er ook gebieden. Voor uw werk en dat u over dat de weg ging. Veilig weer naar de plaats van bestemming gaat in het verkeer. Want met uw auto of uw bronfiets waarmee u hier bent gekomen. Want dat zonder u zijn wij er niet en, zonder wij, we zijn aan naar elkaar toe. Maar wansan om sabi sauno wani skapu nom nyang krabita en krabita nom nyang skapu morin serana. Nou, bij deze bedanken we natuurlijk de pers voor het feit dat jullie de tijd genomen hebben om hier te zijn. Het is belangrijk natuurlijk dat de boodschap komt bij natuurlijk de mensen thuis, het publiek, het Surinaams volk. En we verzoeken u natuurlijk ook om dit zo goed mogelijk over te brengen. Want wat we doen heeft alles te maken met positiviteit. Het heeft niks te maken met macht. Democratisch Platform Suriname. DPS. Niet voor jou. Niet voor mij. Niet voor u. Maar voor Su. Saranang. Thank you. That's why. So.